bam, 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 bam. Welkom weer al op mee. Ik ga ze niet doen. Welkom weer al op mijn dagelijks leven vlog. Ik ben nu richting Buwal aan het rijden. Oei, het is nog donker. Dus dat is al redelijk laat. Ik heb een video geüpload van Jurgen's Christmas House. Van dat hij op huizenjacht was. En ja, en dat staat nu ook online voor hem, bij deze. En heel veel bedankt die achter mij. Jullie zagen het misschien in mijn filmpje. Flikker, 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 flikker. Ja, ik had mijn lichten niet aan. Ups. Hier zijn ze het gras al aan het doen. En daar hoor ik dus op in mijn thuis, hè. Amai, man. Dus ik ga even opschieten om naar mijn werk te rijden. Want om 40 gaat de bel en het is al 31. Dus ik heb 9 minuten om op de wel te geraken. Dat lukt. Niet met overdreven snelheid. Overal nog op mijn limieten. Want ik weet dat ik sowieso 10 minuutjes rijd voordat mijn werk doe. En ik zit al op een afstandje. Dus bij deze. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. In vervolg van mijn fragmenten, dan zeg ik ook weer al wat ik heb gedaan. Vandaag weer al een ganse dag werken, in plaats van een halve dag. De halve dagen zijn nu ook allemaal voorbij. Bij deze, dan weten jullie dat. Als ik weer al minder kan gaan filmen voor jullie. Maar ik probeer toch nog wel deftige vlogs af te leveren. En ik ga dat ook eens in mijn programma kijken van dat spiegelbeeldgedoe. Want dat is blijkbaar nog altijd gaande. Het spiegelbeeld effect. Voilà, bij deze zit ik op de expressweg richting Buwal Sint-Ruiden. Go, 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 go! Ik ben veilig en wel terug te zijn gekomen! Nee, ik kan nu naar boven toe. En ik zet de lift terug op 0. En dan ga ik inbreken bij mijn tijd. Heb ik hier een pakje staan? Nee, er is weer dan niks bij mijn thuis aangekomen. Jammer. Eigenlijk, hè? Ik wil jullie toch nu ook niet zien als ik... Oh, fuck, ik ben iets vergeten te doen. Mijn verwarming hier vergeten uit te zetten. Nee, 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 nee. Oh. Dat is kloten. Dat is echt kloten. Echt, 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 echt kloten. Hier is het nu 24,5 graad en die stond op 25. Dus die heeft de ganse dag hier opgestaan. Shit. Ja, en hier staat die raam aangewijd open. Hier kan die... Kloten. Kloten. Allee. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Nee, vandaag heb ik geen bestikkering moeten doen. Nee. Dus mijn collega's, die hebben dus zo'n potteke van iets van de kruidvat in een doosje moeten steken... En die leggen dat dan in een bak. Die, als die bak vol is, dan komt dat dan naar ons toe. Een andere collega legt dat dan op de band. Ik moet er dan 3 ondersteboven en 3 op zijn... Ja, dus 3 op zijn rug en 3 op de buik leggen. En dan moet dat door naar een bandoleermachine. En dan gaat dat door naar de volgende collega. Dat moest ik doen. De ganse dag. Ik heb meer dan 2000 stuks verzet vandaag. Dus ik ben... content! Ik ben echt content dat het alles dus goed is verlopen en al. Ik ga trouwens ook nog naar mijn schatje toe en jullie vragen zich nu wel eigenlijk af. Waarom heb je nog eigenlijk uw mondkapje aan? Ik weet het godverdomme niet, want ik heb het nu uitgedaan. Bij deze. De berekeningen, die heb ik ook niet meer nodig, want...
Alles is betaald wat ik heb op het werk. Heb ik, ja, zeg het. Op het werk heb ik mijn rekeningen betaald. Hel je. En kijk, je ziet hier. Hier is een pakketje aangekomen. Van Tons. Ook een goede computerwinkel. Ja, sorry, Chino. Jullie hebben geen inkpatronen. Dus dan moet ik het wel bij iemand anders bestellen. Want 9 van de 10 kansen zijn het de inkpatronen. Ik ben het nu aan het open doen. Jullie horen het. Ik ga jullie even hier neerleggen. Oh ja, zo van die kussens. Tons, ik ken jullie van buiten. Jullie moeten daar geen extra reclame in leggen. Kijk eens hier, hij is toch aangekomen. Mijn inktpatronen. Voilà, mijn inktpatronen zijn aangekomen. En dan heb ik ook nog, oh, heel leuk om te doen. Om te laten knallen. Hoor maar. Knal. 3, 2, 1. Oei. Daar zit precies al een gat in. Allee. 3, 2, 1. Allee. 3, 2, 1. Dan moet er één knakken. Oh. Ah. Ze zijn allemaal geknakt nu. Jippiekei. Oh, er is zoveel volk hier. Hè. Dus aan de brievenbus staat nu een kabinet. Hier voor mijn huis staat een wagen. Daarachter staat een wagen. Aan de overkant staat een wagen. Tjee, wat is dat hier aan die appartement hier? Veel bezoek. Veel bezoek. Bezoek! Bezoek, 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 bezoek. Ik ga nu even rusten tot mijn schatje een appje stuurt om te zeggen van kom maar af. Oké. Ik ga eens vertrekken naar haar thuis toe, naar mijn schatje. Oh, ik dacht dat ik een kraai zag, maar dat is gewoon afval. We hebben hier nog een keer het gras is gemaaid, zie dus. Wauw, geweldig. En nu op naar mijn schatje thuis toe. Sorry dat ik jullie liet vallen. Sorry, 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 sorry. Nu schaam ik mee. Oké. Oké, schoon een hond. Twee honden. Daar een hond, daar een hond. Nog ergens anders een hond. Maar het is slecht weer vandaag. Het is aan het snuffelen. Power on. Power on. Sarah, ik denk aan jou. Maar ik wil geen copyright. Daarom lol ik even erdoorheen. Oh, sorry voor jullie oortjes. Ik ga eens luisteren. Als ik toch iets kan vinden. Nee. Ik wil geen Bart Peters. Oh. Ik zit nu juist vooral aan het einde van de straat. Ah. Dat is toch zo'n mooi liedje, hè? En daar zijn ze aan het trainen. Alken is aan het trainen. Bij de voetballer. Wat voor muziek hebben we dan nog? Nee. 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 Ik laat jullie even meegenieten hoe ik aan het sappen ben. En misschien kom ik nog wel uit op iets. Oh my. Wat een filo.
vind niks, hè. Ik vind echt niks. Nee. Nog niet. Omleiding. Sint Joris. Oei. Dan zeg ik van Sint Joris werken. Blijkbaar wel, hè. Of anders staan die platen daar niet. Allee, ik vind niks. Allee, dat meent je toch niet. Oh jawel. Hier. Deze moet je dit ook kennen. Waar ik ook heel vaak met mijn schatje ook naar kijk, die hebben dat ook gemaakt. Ik zal u het trek wel laten horen als het trek gaat beginnen, want ik heb het nu heel zacht staan. Want ik kan niet zo wat doorspoelen, dat is wel een klein beetje jammer. Allee, kom aan. Oh, dat is echt druk vandaag. Dat is echt heel druk vandaag. Hier, nu gaan jullie het horen. Hey, en welkom bij 538. Deze is speciaal voor alle thuisblijvers. Dit is Stuk On Air! Ga kijk nu naar luisteren! Kijk eens wie bij mij is. Hallo. En we gaan nu iets, even iets vies doen. Ja. Voor de gevoelige kijkers. Is dat niet toegewenst, want het kan echt hard schreeuwen zijn. Ja. Dus dan zal ik zeggen, skip in totaal, gaat dat een minuut duren? Of hoe lang duurt dat? Laat mij eens zien hoe dik die is. Dat gaat een minuut zijn. Een minuutje. Oké, kom dan. We gaan dan beginnen op 1 minuut. En dan kom op onze fragment, die nu bezig is. En dan kan ik ook zeggen van wanneer dat jullie terug moeten inzappen. Dus ik zal zeggen dat wanneer dat we gaan beginnen, nog binnen 11, 10, 5, 4. Dus mensen, tot zelfs wie niet kan, terug daar tegen kan. Ah. Is dat lopen? Ja, wat moet nog? Ah. 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 Dan is die echt goed open, kijk. Ja. Oh, oh mannetjes. Ik zei toch dat het nu minder pijn doet, hè? Nu doet het nog even pijn, ja. Ja, even, maar niet voor lang, hoor. Ik hoop het. Weet je hoe dat komt, schat, dat je een puist hebt? Nee. Dat komt door veel stress. En jij hebt dat de laatste tijd veel. Ja, dat klopt. Nu heb ik het dus van een ander gehoord, hè. Schat, waar is die? Hallo kijkers en welkom terug die mensen die een minuutje hebben doorgeschakeld. Ja, mijn puist is dus uitgeknepen. Dankjewel schat. Dat is graag gedaan. Maar ik weet dat dat pijn doet, maar na een tijd doet dat niet meer pijn. Oh, het doet nu toch nog wel een beetje pijn hoor. Ja, maar schat, je moet niet denken dat dat in 1, 2, 3 over is. Dat doet pijn. Dat zal... Je hebt een zware druk gehad van die puist, hè. Vergeet dat ook niet. Mm-hmm. Je hebt ook gezien hoeveel er uitkwam, hè. Oh, ja. Het was echt veel mensen, het was echt heel veel. Maar mensen, ik heb ook al iets tegenaan gezegd waar ik
wat ik nu ook tegen jullie ga zeggen. Ik ben thuis iets vergeten tijdens mijn werk. Iets heel loms. Maar, jij hebt mij dat niet gezegd. Van mijn verwarming? Ah jawel, dat heb je wel gezegd. Ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Ah, ik ga dit even hier uit beeld halen. Ja, dus ik heb dus mijn dus morgens wou ik even de verwarming opzetten dat ik het wat frisjes had. Want dan leun ik even nog een goede 5 minuten tegen de verwarming aan. Ik ben die vergeten uit te zetten. En ja, dus ik ben die dus echt vergeten uit te zetten. Ja. En die stond op 25,5 graden, dus die heeft de ganse dag zitten te bollen. Ik kwam thuis, was het 24,5 graden. Oh, het was echt warm thuis. Schatje, ik heb nu nog een vraag voor zaterdag. Ja. Na ons fun moment, ja. Fun moment? Ja, als we iets gaan doen zaterdag. Ja, ik dacht dat wij die filmavond toch gingen doen op filmmarathon voor zaterdag. Dat kunnen we ook doen. Je was voor zondag nog aan te denken tegen mij. Ah, oké. Okay. Nee, ik wil dus even zeggen, willen we ook zaterdag even die reacties video's doen. Cool. Oké, dan heb ik misschien een idee. Wat? Eentje voor jou en eentje voor mij filmen. Ah, voor uw kanaal ook? Ja, dus dat ik een bepaalde films kies die ik wil beantwoorden voor mijn video. En jij bepaalde video's voor jou en jouw video. Oké, dat is goed. En dan gaan we ook zo wat beoordelen hoe we dat filmpjes vinden, hè? Ja. Op grappigheid, hoe het ook gemonteerd is. Ja, ik weet dat mijn montagekunst is niet denderend, dat geef ik eerlijk toe. Ik moet dus echt ook eens naar de mediaschool gaan, maar ik kom me eerst bijscholen in de verzorgkundige. Maar er zijn momenteel geen lessen hier in Limburg. Kloten aan. Voilà. Maar we gaan nu even... Oh, kijk op camera. Wat? Je moet zelfs het beeld terugkijken, weet je waarom? Nee. Je ziet gewoon een rode stipje in je... Oh ja, oho. Oho. Een puist geeft heel veel vocht terug. Ah, oké. Okay. Dus dat is een beetje logisch, dat droogt na een tijd wel op. Maar... Ah, oké, okay, bij deze. Dan weten jullie dat ook, als jullie een puist uitknijpen. Ja, maar sorry, doe het niet. Sorry, ik ben een puistexpert. Ik heb altijd mijn puisten uitgeknepen, dus ik weet er veel van. Ja, en dat is niet de bedoeling, hè, schat? En dat kan komen door hormonen, door stress. En nog door een paar dingen die ik niet weet, maar bij mij kwam het door hormonen en door stress. Ja. Maar nu gaan we even me-time doen, hè? Yes. Dus, jullie hebben dat hoogstwaarschijnlijk ook al gezien. Ik kom elke avond al tegenwoordig op Discord. Is waar, hè? Dat weet ik niet. Ik zit bijna nooit op Discord. Oh ja, dat is waar. Ik kijk wel soms. Wat er gezegd wordt, daar wil ik het met u ook eens over hebben. Ja, want er is blijkbaar iets misgelopen met uw weekvlog. Ook, maar ook over iets anders. Maar over de weekvlog, wat is er misgelopen? Blijkbaar heb je dezelfde beelden van mijn vorige weekvlog erbij gezet. Maar ik had toch gewoon uw gsm toch leeggehaald en je had toch ook meegekeken een klein beetje. En je dacht dat dat ook die beelden waren van die ene week. Of had je daar niet naar gekeken? Ik heb naar de datum gekeken. Heb jij dat gedaan? Logisch dat er dan verkeerde beelden op mijn vlog staat. Volgende dus keer bij deze altijd bij de datums kijken. Ja, dus bij deze excuseer ik ook... Ave Maria. Het is 6 uur. Het heeft 6 keer ingeslagen. Nee, dus ja, via deze weg ga ik ook aan haar de excuses aanbieden. Dus mijn excuses ervoor dat ik clipjes verkeerd heb gevlogd.
Nee, dat je het verkeerd in elkaar hebt gestoken. Ja, verkeerd heb in elkaar gestoken. Maar ik aanvaard dat, maar let er voor een keer wel op, want dat is niet fijn voor mij, maar ook niet fijn voor hun. Dat is ook waar. Dus ook kijkers via deze weg, via deze kant, wil ik ook mij excuseren. Ook naar jullie toe, omhoog van, ja, ik moet naar de datums kijken en dat heb ik voor deze keer echt niet gedaan. Bij deze ga ik nu jullie laten, dus ik zie jullie misschien nog straks nog terug, wie weet. Dus hou deze fragment, deze vlog maar in de gaten. Hè. Jullie zien dat toch sowieso, als het langer is dan dit nu, dan komt er nog weer sowieso een fragment. Allee, tot straks of zo, yo. Ja, vanavond gaan we dom doen. Ja, fuck. Nu heb ik het afgezet. Shit. Is dat deze? Ja. Ik moet dat van die gezette aansteker. Ik moet nog wat leren hoe dat werkt. En ja, er is dus nog een fragment. Ik heb juist mijn schatje afgezet bij haar thuis. We hebben nog zalig naar familie gekeken, zalig naar Stuk TV gekeken. En ook wat met elkaar wat gepraat. Woehoe. I love that. Wat ga ik nu nog doen? Ik denk dat ik nog, want ik had dat gisteren dus vergeten te kijken. Bij What a Job. Yeah. Wat een job, daar heb ik dus vergeten te kijken, maar ik ben gewoon in slaap gevallen. En nu voel ik het weer al aan dat ik gewoon boek af in slaap ga vallen. Dus sorry mensen op Discord, sorry fans. Ik ben te moe deze keer. Te moe om aanwezig te zijn op Discord. Daar kom ik niet vaak tegen. Echt geradbraakt. En dus in deze wordt echt zijn nestje in. Ik hoor hem al roepen, Dimitri, kom naar mij. Of beter gezegd, Psycho, kom naar mij. Ja. Oh, ik ben echt moe. Voilà, nu kunnen jullie weer al grappige filmpjes maken, zo'n remix. Pas op, zelfs geef ik mijn fans nog geweldige ideeën. Ik zie dat al voor mij, dat daar nog gaat gebeuren. Veel felle licht achter mij. Echt heel felle licht. Ik sta hier nu aan de record. En ik heb binnenkort ook... Naar Jurgen toe. Jurgen Bollen Decorations. Die is sinds kort geopend. Dus Jurgen's Decorations. Ik ga zeker eens een kijkje nemen. Dat is de moeite waard, want ik weet sowieso dat Jurgen er echt alles, en ook Jan, er echt alles op alles zetten om dat echt heel mooi te maken. En dan nog iets, ik werk heel graag samen met hun. Dus ik heb hen graag, hoe moet ik het zeggen? Ik wil het nooit meer kwijt. Als ze gaan verhuizen, dan verhuis ik mee. Miljarden onder duur met deze. Want jullie hebben echt gelijk gehad, sommige fans hebben Jurgen
gespot. Jurgen gespot bij Huizenjacht. Twee pans in de Wellen. En dan was er dan nog een in Tongeren. Maar ik hoop niet in Tongeren. Want dat is redelijk ver hoor. Dat is toch rap een half uur rijden. Half uur, ja, half uur tot 40 minuutjes. Dat geef ik eerlijk toe. Want dat is maar in een baan van 70. En sommige stukken heb je dan ook weer al stukken van 50. En dan, ja, en dan weer al 70. Maar nergens 90, hè. Oh. Ik zal het echt spijtig vinden als ze echt naar Tongeren gaan verhuizen. Maar ze doen het echt heel goed. Ik raad het aan om van woensdag tot en met zondag eens langs te gaan bij Jurgen Bollen Decorations. Ja, de Verano Summerbar of de Verano IJssalon is bij deze ook gesloten en is nu helemaal omgetoverd tot Jurgen Bollen Decorations. Ja, ik maak graag reclame voor hem. Moet ik het nog eens zeggen? Jurgen Bollen Decorations. Voilà, bij deze heb ik nog eens gezegd. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga die pas morgen vroeg in elkaar steken en dan ergens in de namiddag uploaden. Want echt waar. Dan zeg ik niet erop. We zijn niet af dat ik echt gewoon echt pomp af ben. Ik heb heel hard gewerkt ook vandaag op mijn werk. Meer dan 3000 stuks verzet. Meer dan 3000. Meer dan 10.000 stuks verzet. Je moet het maar kunnen. Verwacht hier te steed. Ik heb het jullie perfect uitgelegd wat ik vandaag heb gedaan op het werk. Morgen, joepie, weer een dagje vrij. Maar ik mis god miljarden onder Ravelijn. Ravelijn, ik mis jullie. Neem eens contact met mij op als ik toch mag beginnen met bij jullie ja of nee. Want ik mis het. Ik wil die ritme ook terugkrijgen van vrijdag. Ik weet niet als er iemand van Ravelijn naar mijn vlogs kijkt. Als iemand van Ravelijn toch naar mijn vlogs kijkt, misschien Dirk. Ja, ik wil echt terug beginnen bij jullie te werken. Vanaf volgende week is ook terug de normale weken voor mij. Geen halve dagen, geen verlofdagen ertussen. Nee, gewoon de ganse dagen werken. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Oh, mannetjes. Ik hoor het al roepen, mijn bed. Oh, fucking hell. God, ik ben dood. Ik ben dood op. Schetjes van patatjes, van... Plofjes, beer en thee.
Exo, Shift, Boef, Tamara, Mano, Buttermeal, Kat, ik ben ze even allemaal voor mij in aan beelden, wie er allemaal op Discord zit. Simon Buts, Totally Freak, Lars, er zijn toch redelijk wat namen hoor op Discord. Ik kan ze niet allemaal opnoemen bij deze. Ik heb het geprobeerd. En mijn ogen toegeteld. Proberen. De ordenen. Echt man. Ik ben moe man. Kijk wat ik ga doen. Deur kunnen open. Frisse lucht binnen. Ja. Frisse lucht. Ik ga slapen. Slaap wel man. En tot morgen vroeg. Blauw duimpje please. Abonneer, please. Nee hoor. Het is wel integraal gratis, hè mensen. Dus als jullie naar mijn filmpjes kijken. Het is integraal gratis voor te abonneren. Abonneer, abonneer, abonneer. En kijk zeker naar mijn vlogs. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Als jullie op de hoogte willen blijven. Wanneer dat er eigenlijk een nieuwe video online gaat komen. Bij deze heb ik precies een tweede energie gevonden, maar dat is niet. Mijn... Allee, tot morgen. Joe.